Wij hebben tiestje een telefoontje gekregen uit Lauwers Maargebied dat de Oehoe, waarvan altijd in Nijs wist had, dat die sinds sneeuwen ergens in het bosje ziet. En de beste meneer forceert dat er daar net waai kwam meer. En hij zei, dit komt niet klaar. Dus ik wil heel graag dat je hem komen moet. En zo ben wij die morgen twee mensen van ons naar het Lauwers Maargebied om de vogel te vangen. Dit is de röntgenfoto die we maken van de Oehoe. En je kan zien dat hier een oude breuk zit. En hier ik, er is alweer een kalkweefsel omheen kwam. En het is alweer om het hele. Dus hij had notiert nodig om bij te komen. Waar ben je die breuken dan, denk je? Nou, de bonken van een vogel zijn hol. Dus het heelt heel snel. Maar in ieder geval wel een oren tot twee weken moet het wel wezen. Ja, dus twee weken lien is die voor onderrekken. Ja. En hoe het zo lang volhouden heeft, heel bijzonder. Mm-hmm. Ja. Kun je ook zien als in gedrag altijd een wilde of een nuut is? Ja, dat kan je op zich wel zien. Natuurlijk nou net in de kooi wat er nou zit. Al is het wossa dat hij afwachtend is. En zou het een hand dan beest wezen, dan heeft een grote kans dat hij omvalt. Want hij is zijn angst voor meesken kwijt. En een wilde vogel zal meer geneigd wezen om een uitwaai te zieken om te ontsnappen. En zal eerst wachten tot er zijn kans is om te ontsnappen. En dat is toch wel een beetje wat er nou sjen ligt. Dus het zou me niks verbazen dat het misschien nog wel eens een wilde oele wezen kan. Dat wie een oehoe in het Nijs inderdaad. Dat ja. Heel, dat, wie een mansje? Of nee, dat wie een wiefke. Die reageert heel bot op man. Dus die zocht het contact op. En daarmee waren een protte mensen benauwd voor het beestje. Want hij skeerde over hun holle heen. Dus ja, hij had nogal wat bekendheid gekregen, die oele. Dus toen er een oele vonden, toen zei hij van, nou ja, je zit er, nou maar hem vangen, want dan is er weer te plak. Want dat ging om een ontsnapte vogel. Dus vandaar dat wij toch een gauw uitzet binnen richting Lauwers Maar om de vogel te vangen. Dus het is daar nou weer veilig? Nee, helaas, het is een oele. Hoe dat? Dat is het bijzonderste van alles dus nog. Dit bleek de mansje te wezen. Het wiefke waar, wat hij in het Nijs wist had, is ringen. En duidelijk een wiefke. En dit is een mansje en had geen ring, had geen chip. Dus waar deze waai komt, is een groot rietsel. Want twee ontsnapte oehoes, dat is toch wel heel bijzonder dan, hè? Dat vinden wij wel. Maar aan de andere kant hebben wij begrepen dat er jaarlijks 24 oehoes ontsnappen. Dus er vleert nogal meer rond dan dat wij weten. Het zijn natuurlijk geen vogels die zich continu laten zien. Ze zijn heel afwachtend te zitten in de BM, auto wachten tot een prooi sjoggen en eigen misschien zelfs wel een beetje lui. Dus ze zijn net altijd zichtbaar. Wil ze dus wel hele grote vogels binnen? Ja, absoluut. Absoluut. Maar geen maar eens in een roeg te zitten, dan vallen ze hem toch hun kleuren voort. Hoe groot zit ik binnen? Maar in dit geval, ja, een mansje. Lietser en zonder ring en zonder chip. Dus waar is ze nou weer waai komt? Ja, want waar ontsnappen ze dan uit? Bij meeskewaai. Bij meesken. Je moet ze gewoon houden. Ja, als er een juiste chip of een juiste ring om zit, en de juiste papieren erbij zitten, maar elke in een oehoe horen. Helaas. En dat gebeurt. Maar ja, deze gaat dus net naar ring om, dus misschien is dit nog wel een wieldexemplaar. Het is nou echt even een grut rietsel. Ja, want in het wild komen ze daar toch van ons gewoon niet voor? Nee. Logisch is hoe wij ze het Drents-Friese Wold, hè, zo dan nog wel een oehoe. Huismanje kennen, maar ze komen natuurlijk in de Achterhoek en in Limburg, daar zitten oehoes, daar weten we het van, daar brieden ze. Nou is de afstand hiernaartoe voor een oehoe net zo hele grut natuurlijk, maar wij weten nog net van meldingen dat er wilde oehoes in deze buurt omvliegen. Het gaat altijd om ontsnapte exemplaren. Dus ja. Wel bijzonder, ja, dat er twee bij elkaar zitten. Maar heb je het door ongelukken kent? Ja, dat ken, dat kun je. Zij Rob natuurlijk, hè. Zij is op zoek naar een partner. Hè. Daarom reageren ze op mensen. En het zou best wijzen kennen dat deze oele daarop reageert had. Het zou ik kennen dat er in je tacht had van, nou, dat is leuk. Een vrouwtje, hoe litten we er een mansje bij los litten? Waar wordt het een spansje? Mensen kennen wat dat betreft natuurlijk een rare sprong. Zou dat theoretisch kennen? Theoretisch kennen het, ja. Je hem voor je hem en dan wordt hij weer beter? Ja, we houden hem nou een lietse rond, zodat er te weinig mogelijk beweegt, hem zo rustig mogelijk houdt. En dan voor je hem, eerst hebben we hem maar vocht en vloeibaar fretten en oasten krijgt er voor het eerst vast voedsel.
En dan gaan we dat langzamerhand opbouwen. En dan hopen we dat er op krachten komt. Want het heeft natuurlijk ook een prot energie nodig om de bonken, de breuken goed te helen. Nou, wanneer we wat verder binnen, gaat er dan een grotere koers. Zodat het steeds een beetje meer belasten kan. En dat er steeds een beetje meer broeken kan. En dan hopen we dat er uiteindelijk weer vliegt. Ja, en dan let je hem in het lauwe spakkenbiet los? Of? Nou, dan zullen we eerst maar het ministerie in peteren, Maarten. Want waar komt deze vogel waar? Kennen wij maar zeker niet zeggen dat het een wilde vogel is? Dan zou ze zeggen, maar waarom hebben we hem voen? Zolang dat we dat net het maatje kennen, dan kan het best wel eens wezen dat deze vogel niet weer last maakt. Dus dat mag worden in peteren. Daar kan geen zeker niet doen. En wat zou die dan hebben, Maarten? Ja, dan is er veroordeeld haast tot het houden in een kooi. En dan hoop ik dat er een dierentuin is die zegt van ik wil hem wel hebben. Maar dat is de grote vraag.